Als ik zeg vrijgezellenfeest, dan denken jullie aan... Juist, strippers. Je zit niet wetend, een beetje te chillen met je vrienden op de bank en ineens gaat de bel. En daar is ze. Je schaars geklede verrassing. Maar ik vraag me dan toch af, hoe zal een stripper zich nou voelen op zo'n avond? Dus vandaag ben ik de verrassing. Vandaag gaat Samantha zich laten inhuren als stripper. Ze gaat op bezoek bij Michelle. Michelle is al 10 jaar werkzaam als stripper en heeft ruim 7 jaar haar eigen stripagency, dus ze kent alle fijne kneepjes van het vak. Vandaag gaat Michelle onze Sam uitzenden als, je raadt het al, stripper. Hallo. Hoi. Maar eerst ik een ben Michelle. Ik ga je straks leren hoe je een lapdance moet geven. En daarbij doen we ook een stukje floorwork, dus dat zijn de grondbewegingen die ga ik je leren. En ook een stukje tease, dus je krijgt natuurlijk wat attribuutjes komen erbij, zoals een zweepje, slagroom. En hoezo dacht je ineens bij jezelf, oké, ik word stripper. Vind je dat niet eng? Ik heb meestal iemand bij me inderdaad, die rijdt, mijn chauffeur. Ja. Gaat die chauffeur dan ook mee naar binnen? Want ja, klopt. Ja, want helpt wel met mijn spullen en zo. Maar je hebt het nu alleen maar over de spullen, maar er is dus een groep met dronken mannen. Waarschijnlijk ben je dan niet bang? Nee, helemaal niet. Dat ze je iets aan gaan doen. Worden ze nooit brutaal? Dat zeg maar wanneer je aan het strippen bent, dat er ineens een vinger inglijdt? Nee, helemaal dat doen niet. Ze niet. Ze zijn niet. En als dat gebeurt, dan heb ik toch echt mijn zweep bij me, hoor. En welke act heb je voor mij? Dat zal ik je eventjes laten zien. Ik ga het even pakken voor je. Oké. Nou. Kijk eens, een echt officieel politiepak. Oh, speciaal voor jou. Lekker veel kleding, yes. Oh, lekker veel kleding, yes. Oké, ja. Nou, laten we er maar voor gaan dan, hè. Oké. Bring it back to me. Hit the dance floor. Oh, gemakkelijk. Eerst keer dat ze een pauze geeft. Ja! Ze deed in het begin heel erg snel, maar dat doet ze nu ook al langzamer. Dat komt natuurlijk ook door de zenuwen dat je alles snel wil doen. Maar tot slot deed ze het eigenlijk hartstikke goed. Ik ben echt de hele tijd bang dat er van alles fout gaat en dat ik mijn choreo vergeet. En dat ik die man sla met een knuppel. Tot nu toe gegaan. Ik ben echt super gespannen de hele tijd. Toen ik ging, dacht ik ook, ik ga nu gewoon. En gelukkig is het een hele vriendelijke man. Maar je moet je gewoon bedenken dat ik hier sta. Dat is zo gênant. Ik snap echt niet hoe ze dit doet. Dit was een hele ervaring. Maar eerlijk, ik spring nog liever uit een vliegtuig. Dit is echt niks voor mij. Ik denk niet dat ik het terug wil zien, maar